Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je ziet is het een beetje donker hier, want ik neem dit ineens gewoon even op de zaterdagavond op. Wat ik normaal gesproken nooit doe. Gisteravond was Wie is de Mol op tv weer met aflevering 6. En in deze video bespreken wij alle hints en theorieën naar de mol. De titel van de aflevering was Golfbeweging. We kunnen dit eventueel wel leiden aan het groepje wat uiteindelijk het geld moest binnenhalen met de subborden. Aangezien zij ook op de speedboot zaten op de zee waar natuurlijk golven zijn. Maar we zouden het ook kunnen koppelen aan Everon die tijdens de jetski opdracht als enige op een boot zit en daarmee ook de golfbeweging uitvoert op alle andere kandidaten. Kortom, verdacht dus. Opdracht 1 heette In het verschiet. Die kun je natuurlijk koppelen aan de kandidaten die met pijl en boog gingen schieten. Verschieten dus. Een goede hint naar de tunnels van Letitia, Everon of Freesia. Voordat de hele opdracht startte kregen Thomas, Sahil en Kim een belletje van Rick. Heel waarschijnlijk is een van deze de mol, aangezien de mol natuurlijk heel graag bij het belletje wil zijn van Rick. Zodat hij of zij kan proberen in het juiste groepje te komen, dus in het groepje met het opduiken van de kistjes. Daaruit blijkt bij mij Kim het meest verdacht. Het groepje met de sleutels vond ik persoonlijk helemaal niet verdacht. Aangezien ze vrijwel snel alle 7 pijlen hadden afgeschoten en juist af hadden geschoten. Ja, zoals ik al zei, deze 3 zijn dus nu eigenlijk gewoon totaal mijn mol niet. Nou, Sahil, Kim en Thomas gingen natuurlijk met de subborden de kistjes opduiken. In deze opdracht vond ik het allerverdachtst dat Kim helemaal alleen met alle kistjes en dus ook uiteindelijk met het geld. Het stormt een beetje buiten, dus ik weet niet of het te horen is op camera. Maar goed, ik vond het dus heel erg verdacht dat Kim helemaal alleen werd gelaten met de molmunten en de kistjes. Zij zou namelijk heel goed geld kunnen hebben weggegooid in de zee of kunnen hebben achtergehouden. En daarvoor heb ik een hele goede theorie. En deze theorie gaat ook over Kim Lian. Ik pak even mijn laptop erbij om de ingewikkelde rekensomtheorie uit te leggen. En dit is heel erg raar en waarschijnlijk ook wel echt een goede molactie van Kim Lian. Kim Lian was dus helemaal alleen en daar kon ze dus knoeien met de rekensom. De kandidaat uit het groepje verdiende namelijk 1400 euro uit de 4 geopende kistjes. Dat zou betekenen 350 euro per kistje, als we uitgaan van de gelijke waarde van elk kistje. Maar als we 350 euro keer de 7 kistjes die ze uiteindelijk konden opduiken, dan komen we uit op een totaal van 2450 euro. Maar bij deze opdracht konden ze een totaal van 3500 euro verdienen. Oké, als je het tot nu toe snapt, dan ga ik je nu wat anders vertellen. Een hele andere rekensom en die zou kloppen. Als wij 3500 delen door 7 doen, komen we uit op 500 euro. Dan zou je dus kunnen bedenken dat in elk kistje 500 euro zou zitten. Als we 3 keer 500 doen, komen we uit op 1500 euro. En zouden we 4 keer 500 doen, dan kom je uit op 2000 euro. Er is hier dus iets heel raars aan de hand. Er is hier geld weggemoffeld. Dat kan zijn bij Kim, maar dat kan ook zijn onderweg naar Kim toe. Dus dat zou Thomas of Kim kunnen zijn geweest. Het is echt een hele ingewikkelde rekensom. Ik ga hier ook zeker nog even goed naar kijken opnieuw. Dan gebruikte Thomas in deze opdracht precies hetzelfde woordje/zin die Rick ook zei in zijn voorstelfilmpje, zeg maar, van de opdracht. Rick zei namelijk de badmeesters from hell en Thomas zei precies hetzelfde. Voorkennis. Tot slot nog een hint naar Kim Lian die ik heb gevonden uit aflevering 4.
In opdracht 1 zegt Rick namelijk, tijdens de opdracht met de cirkel is rond, die opdracht met de echo's, zegt Rick, de mol is in ons midden. Als wij alle kandidaten hun namen op alfabetische volgorde zetten, vervolgens naar de middenste naam kijken, dan komen we uit bij Kim Lian als potentiële mol. Daarnaast is de letter K de 11e letter in het alfabet. Is Kim hiermee ook ontmaskerd als mol? Op mijn Instagram @widm_pro staat de hint ook nog beter beschreven. Dus mocht je een kijkje willen nemen naar deze hint, dan kun je daar ook nog even kijken. En dan was dit alweer de krachtige en korte Wie is de Mol hints en theorieën video van aflevering 6. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat vooral jouw gedachten weten in de reacties. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.